Dat is zo voelbaar. Jij mag echt voelen dat God de Vader van jou houdt op een heel bijzondere manier. En ook voor jou zorgt op een heel bijzondere manier in dat wat jij nodig hebt. En wat voor jou belangrijk is. Dus weet dat. En geloof dat ook. Dat God de Vader heel veel van jou houdt. Halleluja. Halleluja. En God zegt tegen u. U bent in het aardse waarschijnlijk vader geweest. En nog steeds vader. Maar u bent ook geestelijk een vader. Voor anderen. En in die zin dat u anderen ook advies geeft. Van, hey, die kant zou je beter op kunnen gaan. En die beslissing zou je beter kunnen maken. Dat doet u niet. Dat mensen zullen naar u toe komen om te vragen van, wat vindt u hier nou van? En wat vindt u daar nou van? En dan zal God u wijsheid geven en inzicht geven, zodat u die persoon kunt helpen en op pad gaan brengen. En zeggen van, nou, als je nou die besluit neemt, dan op die weg op kan gaan. En daarvan zult u heel veel geestelijke zonen en dochters hebben die u om advies vragen. Halleluja. En dan spreek ik ook u uit in de naam van Jezus.